Kevin van der Zwet, kan je leven met een gelijkspel? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we wel ongeveer gelijkwaardig aan elkaar waren. Dat de kansen ongeveer wel verdeeld waren over elkaar. Dus gelijkspel ben ik wel tevreden mee. Maar in de tweede helft leek het wel alsof jullie jezelf niet wilden belonen. Want jullie kregen echt een hoop kansen. Ja, eentje met Koen dacht ik dat hij hem bijna binnen kon tikken, maar dat hij nog werd weggehaald. Twee keer met Rick dat hij goed naar binnen sneed. Dus ja, dat is zonde, maar ja, ze schieten niet expres mis, toch? En jullie hebben achterin niet zoveel weggegeven, hè, vandaag? Nee, die ene bal op de lat was dan een heel gevaarlijk moment, maar ik moet wel zeggen dat ze gevaarlijk waren met standaard situaties. En daar komt ook die goal uit, dus ja, dat is nu al de tweede keer, dus dat moeten we wel anders gaan doen. Neem eens even mee, halverwege eerste helft, een duel op middenveld lijkt mij, en je dacht, ik rost die bal even de kruising in, of wat dacht je echt? Ja, tuurlijk dacht ik dat. Nee hoor, die bal kwam ertussen en als je een van de achterste bent, dan moet je die bal gewoon hebben. Dan moet je gewoon volle bak dat duel spelen. Ja, dat deed ik, ja, dat hij er zo in vliegt, dat was hartstikke mooi. Ik dacht eerst dat hij over was, dus toen kwamen die gasten aan dat hij zat. Heb je ooit zulke mooie goals gemaakt? Ik heb wel eens van afstand gescoord hoor, maar niet van zover. Nee. Maar wat gaat er dan doorheen? Denk je van, dit kan niet? Nou, wat ging er doorheen? Ik dacht eerst dat die mis was. Dus dan is het gewoon mooi dat je sowieso je eerste goal maakt voor Lisse in het eerste. Dus ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, hoe bevalt de tweede divisie tot nu toe? Jullie hebben drie wedstrijden gespeeld, 2 punten. Zijn jullie een beetje tevreden? Nee, je kan niet tevreden zijn. Ik denk dat je vandaag... Ja, gelijkspel had je ook kunnen winnen. Vorige keer hadden we moeten winnen. Ja, tegen Linden was het gewoon nog niet veel. Was het toch zoeken, speelden we 4-2. Dus die hadden wel terecht verloren. Maar tevreden kan je nog niet zijn. Dankjewel voor je tijd.